Kom jij ook naar een van de vier concerten van het Orkest van het Oosten in samenwerking met het Gelders Orkest? In december gaan we onder leiding van onze vaste dirigent Ed Spanjaard een bijzonder programma brengen. Het eerste werk heet Unificazione en dat is van een Nederlander die eigenlijk uit Irak 15 jaar geleden als Koert gevlucht is. Inmiddels ingeburgerd, hij spreekt fantastisch Nederlands en hij heeft een zeer indrukwekkend orkestwerk gemaakt, Unificazione, maar een zeer groot bezet orkest, want dat kunnen wij bemannen als we de twee orkesten samen mogen laten spelen, waar werkelijk iedere muzikus aan bod komt. Het is niet eerder hier gehoord, het is dit jaar voltooid en ik wilde heel graag als noviteit, maar ook omdat ik heel erg in het stuk geloof, dat programmeren. We zullen ook invloeden horen, behalve van een virtuose moderne partituur, van het land en de cultuur waar de componist uit afkomstig is. En dat is bij vlagen, vind ik, zeer ontroerend. Na de pauze is de bekende Symphonie Fantastique van Hector Berlioz. Wie kent het niet? Revolutionair werk. Vijfdelig met grootste bezetting. Namelijk, mijn instrument wordt nog verdubbeld, wat een uitzondering is. Dus ik krijg er een collega bij. Willen jullie het meemaken? Kom naar een van de vier concerten in december. Zie jullie dan.